Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je verschillende dingen doen. Dus waarom dit keer niet gaan naar het concert called The Unveiling Of? Nou, dat kan. En vandaag is Dani, ik noem haar Dani, maar ze heet eigenlijk Danielle, van 316 Works, bij ons in de studio. En ze gaan me er alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Dani. Hi Helen, hallo. Hoe gaat het met jou? Goed, met jou. Het gaat. Het gaat helemaal. The nerves are taken over. Oh nee, ik ben juist chill. Nee, fijn dat je er bent bij ons. En jullie zijn bezig geweest, want er komt dan een prachtig concert aan. Ja, dat klopt. Dus ja. Misschien kan je me daar even in het kort over vertellen. Yes. Oké. So basically hebben Noble Marketing Agency en 316 Works hebben samen besloten om een concert te organiseren, toch? Mm-hmm. En om te pushen. En het gaat erom, we focussen ons nu op tieners. Het gaat erom dat we de tieners willen stimuleren, de jongeren in general ook willen stimuleren, om hun talenten te ontplooien, toch? En om het natuurlijk goed van te pas laten komen door het goed te gebruiken. Want we leven tegenwoordig in een tijd waarbij dead scrolling is like een heel groot probleem voor ons. En de jongeren, ze zijn opgeschreven met zoveel dingen van social media. En dat brengt natuurlijk zoveel negativiteit ook met zich gepaard. Dus vandaar dat we zoiets hebben van nee, we moeten ze bezighouden op een positieve manier. En ze ondersteunen om hun talenten te ontplooien. Nou, mm-hmm. En dat gaan we doen dus middels een prachtig concert. Ja, onder andere. Dit is maar het begin. Oké, dat is het begin. Ja. Anyway, maar we beginnen bij het begin. Ja. Niet anders. Ja. So, what is the unveiling about? Like, mm-hmm. Wat moet ik me erbij voorstellen? Want ja, dead scrolling, alle social media garbage die onze jeugd gevoed wordt. Ja. En de externe factoren, all social media mm-hmm. truth. Dus mm-hmm. ik kom naar het concert. What will I see? What can I experience? Oké. You feeling me? Ja. De avond is gevuld met, er is een beetje comedy erbij. Er is natuurlijk, het gaat meer om zang. Zang neemt natuurlijk de overhand, zeg maar. Mm-hmm. Er is veel zang, er is ook dans, er is ook drama. Het wordt een leuke avond en het wordt ook een interactieve avond, toch? Waarbij we ieder die komt naar het concert heeft de gelegenheid om zo'n raffle ticket te kopen. En aan het einde van de avond wordt er dan kan iemand in de zaal een telefoon winnen bijvoorbeeld. iPhone 15 of 16. Hey! Nog niet. Maar een telefoon! En wat we ook gaan doen, we hebben ook leuke giveaways. Dat is gewoon om een beetje met de mensen in de zaal bezig te zijn. Als ze bijvoorbeeld, als we een vraag stellen, ze hebben het goed, hebben ze iets gewonnen bij ons. Mm-hmm. Of dan ook, dus wat een beetje interactief. Mm-hmm. Een leuke avond wordt het. Nee. Dus los van dat ik entertained word, kan ik ook nog als winnaar uit de bus komen. Helemaal. So, dus waarom niet? Oh, ja. Dus ik verwacht iedereen te zien, hè? Oké. Okay. Nee, prima. Het klinkt allemaal goed. Is er, als ik maar moet bedenken voor de entertainment, is het gewoon urban? Is het religiously related? Mm-hmm, of is het Surinaams tintje, every, of alles in één? Eigenlijk alles in één. Maar natuurlijk, we hebben het wel een religious dingen gegeven, draai. Mm-hmm. Omdat we de jongeren ook bewust willen maken van het feit dat ze they really do need God to accomplish their goals, the goals they've set, toch? Dus vandaar dat het toch wel zo'n tintje heeft. Maar ja, het is gewoon echt een leuke avond. Het is gewoon een leuke avond. Ja. Helemaal. Ja, en het heeft ook een bepaalde flow, een storyline waarin iedereen zich terug zal kunnen vinden. Dus. Als ik nu thuis kijk, denk ik van oké, je hebt me uitgelegd, we focussen op de jongeren. Maar mogen alleen de jongeren komen? Like, wie is allemaal welkom? Wanneer mag ik komen als jongere? 6 jaar ben ik nog een jongere of ben ik dan nog te klein om te komen? Mm-hmm.
Om je aan te sluiten bij de groep bedoel je? Naar het concert. Nee, ieder mag komen. Ieder is welkom. Ieder is welkom. Dat mag via een registratielink of een QR-code. Dat ga je zien op de poster. De link gaan we ook delen. En je kan dus registreren en op die manier je plek dan bemachtigen. En ieder is welkom, alleen kinderen beneden de 3 jaar, die mogen op schoot van hun ouders. Maar voor de rest dan, ieder is welkom, jong, oud, middel. Kom naar de ding. Kom wel. Okay. De belangrijke vraag nu, wanneer is het? Is het gratis? Hoe laat begint het? Zijn er meerdere dagen? Ja. Nee, voor nu hebben we het op 1 dag. En dat is op 5 oktober aanstaande bij Theater On Stage. Mm-hmm. Het begint om 7 uur 's avonds en we eindigen rond 9 uur. Hoeveel kost het? Een kaart kost 400 SRD. Bijna gratis. Bijna gratis, want in deze tijd is het niet zoveel. Dus 400 SRD kost een kaartje en dan kan je plekje bemachtigen. En dan... Ja, dan ben je er gewoon bij de show. Dan ben je aanwezig. Nee. Dan ben je er als de kippen bij. Dat is duck op 1. Helemaal gelijk. Nee, ik denk dat het een prachtige avond gaat worden. Ja, helemaal. En ik hoop dat jullie een volle bak hebben. Of tenminste, wat ik hier zie is sold out. Ja, nee, nog niet. Nog niet. Maar daarom zijn we hier. Dus we verwachten jou sowieso te zien. Jelena, crew, iedereen. Ik verwacht jullie allemaal te zien bij de show. Ja. Ja. En ook alle kijkers verwacht ik ook te zien. Maar het gaat gewoon meer erom om de jongeren echt te ondersteunen. Dat is het. En alle opbrengsten, alles dat we ophalen, wordt weer in de jongeren geïnvesteerd. Want de passie die ze hebben, die we hebben kunnen waarnemen, de passie die ze hebben voor hun vak, zeg maar. Mm-hmm. We willen echt wel daarin investeren. En daarom we besparen geen tijd, nog moeite om het in ze te investeren. Omdat we weten dat ze belangrijk zijn. Zij zijn de toekomst, zeg maar. En als zij nu al hopeloos zijn of like lost zijn, dan... Of zich zo voelen. Ja, precies. Yeah. Of zich zo voelen. Of zich voelen alsof ze bijvoorbeeld nergens terecht kunnen met hun talent of wat dan ook. Dan houdt het ook op. Dus we willen ze echt wel ondersteunen. Nee, jullie zijn goed bezig. Ik wil je bedanken voor het komen. En alvast heel veel succes wensen. En natuurlijk een succesvol concert. Thank you. Maar ik heb daar geen twijfels over. Thank you very much. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Danielle bij ons in de studio. En zij is van 316 Works. En samen met Noble Marketing Agency hebben zij de Unveiling Concert. En dat wordt gehouden op 5 oktober. En dit concert is een prachtig concert met jongeren, voor jongeren en ieder die natuurlijk van concerten houdt. Maar het doel hierachter is om de jongeren een riem onder het hart te steken. We zijn niet lost, het is moeilijk, er is zoveel eromheen gebeurd. Maar zij gaan het in een prachtig concert voor jullie presenteren met zang, dans en alles eromheen dat erbij hoort. En jullie moeten het gewoon zien. En los van dat een kaartje maar SRD 400 kost, kan je ook nog een hele leuke prijs winnen. Ze geven telefoons, er zijn giveaways. Het is een avond gewoon vol entertainment en je hoort erbij. Je hoort er gewoon bij en dat ga je doen. Want op 5 oktober ga jij naar On Stage en je gaat naar de unveiling. En remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.